Ik heet u allen van harte welkom. In het bijzonder, ik ga niet iedereen noemen, dat zou ook een half uur bezig zijn. De inspecteur-generaal der krijgsmacht. De luitenant-generaal der mariniers, Frank van Sprang. Ik heet welkom de Indië-veteranen in alfabetische volgorde. Gerard van der Lee en Pieter Paulusma. Ik heet ook welkom de Korea-veteraan Henk Bos. Zit daar. En wij stellen ter prijs, ik spreek namens de auteurs, dat u zo bent opgekomen voor deze gebeurtenis. En u zult merken, dat zal niet te vergeefs zijn. Ik begin met het aan u voorstellen van het team in alfabetische volgorde. En ik verzoek de auteurs, wie het naam wordt vermeld, even kort te gaan staan, dan weet u straks welke auteur u moet aanspreken, als het u niet bevalt. ik begin met de kolonel buiten dienst, Charles Brands. Ja, maar voor hier, Charles. De professor Piet Emmer. Dan professor René Hoogsberg. Precies, dat mag wel even. Dan krijg ik de kolonel buiten dienst, Maarten de Jong Zwemer. Karl, je moet het nou zonder doen, ik ga gewoon door, dat is niet. Dat zul jij ook gedaan hebben overigens. De luitenant-kolonel van de Militair Juridische Dienst. Voormalig hoofdofficier van het Korps Commandotroepen, Tom Kempenaars. Ja. Kolonel buiten dienst, Ties Kruijsen. Ja. Kolonel Peter Laukers. Ja. Klaas Maas. Heb ik die gezien? Nee, dat heb ik niet gezien en die staat ook niet op. Dus dat is jammer. Kees Sommers. En Anne Tjepkema. U gaat nu een voorstelling meemaken. Die duurt wel enige tijd. Maar er zit heel veel variatie in, dus we houden u wel bij de les. Ik begin met een korte introductie aan onze uitgever, Dr. Perry Pierik, zelf historicus, die dit project mede heeft mogelijk gemaakt. Perry. Ja, dankjewel Bouke en fijn dat u er allemaal bent. Uitgeverij Aspect in Soesterberg gelegen, vlak achter de oude vliegbasis, waar de Amerikanen nog gelegerd zijn geweest. Geven wij veel boeken uit en de helft daarvan is van historisch karakter. En wat dat betreft waren Bouke en Aspecten eigenlijk heel snel een hele goede mix. Ik zie Bouke nog binnenkomen, heel veel armen en benen. En ik denk, nou, ben benieuwd. En Bouke luistert heel goed. En het is eigenlijk wat dat betreft een modelauteur. Zeker voor dit laatste boek, want ik hoorde dat wordt een boek met heel veel auteurs die voor een deel ook hier op de voorste rijen zitten. En dan weet je als uitgever dat dat altijd ingewikkeld wordt, want een boek met veel auteurs is zo snel als de langzaamste auteur die erbij zit. En dat kan er wel eens tegenvallen. En daarbij, de een schrijft lange stukken, de andere korte stukken. En ik zei tegen Bouke, joh, pas wel op dat dat niet eindeloze grote verhalen worden. En dan pakt Bouke zijn pen en zijn bloknoot en zegt, hoe lang moet het worden? Oké, 12 pagina's? Nou, doen we dat. En zo is het ook gegaan. Dus eigenlijk best wel ongelooflijk. En zo hebben we in heel korte tijd 3 boeken van Bouke kunnen uitgeven. En deze dus in samenwerking met de auteurs. Aspect geeft vaak maatschappelijk betrokken werk uit. En ik moet zeggen, dit boek is wel een boek wat er, laat me zeggen, echt boven komt drijven en opvalt. Ik denk dat het een heel belangrijk boek is. Ik zeg dit niet alleen als uitgever, maar ook als historicus.
Eigenlijk ook omdat dit boek niet alleen gaat eigenlijk over de geschiedenis, maar eigenlijk over veel meer dan dat. Het is eigenlijk ook een boek over identiteit. Van wie zijn we? Waar willen we heen? Hoe kijken we terug op ons verleden? Hoe leggen we ons zelfs rekenschap af over zaken die gebeurd zijn? We zien daarbij dat daar vanuit overheidswegen ontzettend veel geld gepompt wordt in allerlei onderzoeken en instituten. Met een, ja, laten we zeggen, vooropgezet idee al waar men uit wil komen. Erg beïnvloed door de kritische theorie, door woke-ideologie. Dat is best zorgwekkend. En dan is het des te mooier als er dan één keer iemand aan je bureau staat die in één keer zegt, ik wil het nog wel eens een keertje overdoen en dan eens een keer echt kijken hoe het gegaan is. Dus dat is heel bijzonder. Een Duitse filosoof heeft een keer gezegd, voor identiteit heb je Raum und Geschichte nodig. Dus je hebt een gebied nodig en je hebt een geschiedenis nodig. En met een gebied bedoelen ze eigenlijk traditioneel natuurlijk de nazistaat, een land waarmee je je verbonden voelt en een geschiedenis waarin je je herkent. Nou, die beide dingen liggen eigenlijk enorm onder vuur. De nazistaat die draagt steeds meer autoriteit af aan Brussel of aan Lausanne of aan de Verenigde Naties. En de geschiedenis die wordt eigenlijk herschreven en onbenoemd waar we bij staan. Musea die in één keer anders moeten ingericht worden, straatnamen die veranderen. En daarbij staat eigenlijk altijd, als je moet kijken tussen de macht en de moraal, gaat het eigenlijk altijd over de moraal. Dus het gaat niet zozeer meer om de feiten, maar over hoe we ons voelen rond de feiten. En die vertroebelen daardoor natuurlijk ook de feiten. En we moeten ook niet naïef zijn, want achter dit verhaal over de moraal gaat natuurlijk wel degelijk een politieke agenda schuil. En uiteindelijk gaat het wel degelijk om de macht. Dus het is een heel, heel belangrijk iets. Ik ben Bouke en de auteurs erg dankbaar dat we met dit boek, naar mijn gevoel, weer terug zijn naar de feiten. En dat is natuurlijk uiteindelijk toch het echte begin als je rekenschap wil afleggen over het verleden en hoe we verder willen in de toekomst. Dank u wel. Dit is een goed moment om na de uitgever een van de de pijlers van dit project nog te noemen. De kolonel buitendienst Ties Kruijsen. Zonder hem was dit boek er niet geweest. We gaan het nu zo doen. Ik heb voor u een toespraak in petto met wat lichtbeelden. Dus dat luistert wel makkelijk. En daarna zal ik het eerste boek mogen aanbieden aan de inspecteur-generaal de krijgsmacht. De luitenant-generaal de mariniers Frank van Sprong. Die zal dan ook een aantal dingen tot u zeggen. En ik moet op de voorhand de generaal excuseren. Want hij heeft om een uur of drie de afspraak met de minister. En dat gaat natuurlijk weinig boven deze presentatie. Maar dit hebben wij wel begrepen. Dat die afspraak door moet gaan. Geachte aanwezigen. Het boek, het pijnlijk afscheid van de Indische archipel, gaat over de decolonisatie van Nederland-Indië 1945-1950. Een ingrijpende periode uit onze geschiedenis. Een waarschuwing en een advies vooraf. We weten hoe de decolonisatie is afgelopen, met de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. En nu bestaat het risico dat bij een beschrijving van die geschiedenis naar het eind toe wordt geschreven. Vanuit het perspectief van de overwinnaar, Indonesië, zoals het nu heet. Zoals we dat zien bij sportwedstrijden, de winnaar heeft altijd gelijk. In de historiografie bestaat deze tendens ook met de beoordeling van het optreden van de verliezende partij volgens de maatstaven en opvattingen van het heden. Een dergelijke handelwijze wordt door eminente historici aangemerkt als een doodzonde. Het is immers een anachronisme. Wat is eigenlijk de zinvolheid van de vraag waarom werd in de 17e en 18e eeuw werden de schepen op de werven in Nederland niet gebouwd volgens het regime van de huidige arbeidsomstandighedenwet. Dan mijn advies. Ik geef u straks een beschrijving van het proces van de decolonisatie van begin tot eind op hoofdlijnen.
Daarin komen het ideologisch moralisme van historici en het optreden van de krijgsmacht aan de orde. Om de eenvoudige reden, omdat dit essentiële bestanddelen van het decolonisatieproces zijn. Die spelen ook een centrale rol in het zogeheten decolonisatieonderzoek van drie instituten. Ik zeg het één keer voluit, het Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie en nog iets. Het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. En dan het Nederlands Instituut Militaire Historie. Ik zal in het vervolg spreken over de instituten. U bent dus vandaag niet te gast bij een belangengroep die het opneemt voor een van de actoren in dat spel van vroeger. U krijgt verslag van onderzoekers die het decolonisatieproces van start tot finish hebben beschreven. Wij, de auteurs, staan voor integere wetenschappelijke beschrijving van die geschiedenis zonder aanziens des persoons. Waarom nu dit boek? Ik neem u mee naar de situatie van toen. Het is 1945, de Tweede Wereldoorlog is beëindigd, Nederland ligt in puin en begint met de wederopbouw. De geallieerden besluiten op de conferentie van Potsdam, juli-augustus 1945, hoe de naoorlogse situatie ook in Nederlands-Indië vorm moet krijgen. Het Nederlands gezag zal worden hersteld, maar moet leiden tot een ordelijke decolonisatie. Zij beoogden verder dat op een ordelijke manier de ontwapening van de Japanse militairen zou plaatsvinden en de gevangenen uit de kampen, de Japanse kampen, zouden terugkeren naar huis. En op ordelijke wijze zouden wij dus aan die decolonisatie werken. De wereldorde stond op een keerpunt. Zeer spoedig zou de Koude Oorlog ontbranden. Besloten werd dat eerst de Britten de rust in orde en de repatriëring van de Japanners op Java's Sumatra voor in regeling zouden nemen. Ze arriveren echter pas 6 weken na dato van de capitulatie op 15 augustus 1945. Het gevolg was chaos en geweld. De Australische militairen begonnen direct aan deze klus in het oostelijk deel van Nederlands-Indië, op Celebes. Daar was het aanvankelijk rustig. Het liep echter allemaal anders dan voorzien. Op 17 augustus 1945 begon de rebellie tegen de besluiten van de geallieerden. Sukarno las een korte proclamatietekst voor, riep de onafhankelijkheid van Indonesië uit onder druk van hoge Japanse officieren en van door de Japanners geïndoctrineerde en militair getrainde radicale jongeren. Dat was het begin van een gewelddadige revolutie die gepaard ging met wreedheden, terreur, onderdrukking en moorden die ook werden gepleegd op de bevolking. Het vernielen van de eigen infrastructuur, wegen, bruggen, spoorlijnen, huizen, kampongs. De tactiek van de verschroeide aarde was dat. Onafhankelijkheid door strijd en de koloniale onderdrukker met geweld wegjagen was het devies. De extreme geweldsexplosie, de Bersia, begon in oktober 1945 op Java en Sumatra. Had duizenden, volgens bronnen zelfs 10.000 doden tot gevolg. Allemaal onschuldig burgers van verkeerde huidskleur en van verkeerde standpunten. Een reactie op dit extreem geweld kon niet uitblijven. De Britten slaagden er niet in de rust en orde te herstellen. En de Nederlandse militairen werden pas vanaf maart 1946 toegelaten. En toen begon de opbouw van een krijgsmacht waarbij circa 200.000 militairen betrokken waren. De grootste militaire operatie uit onze geschiedenis. Met als doel herstellen van rustorde, normale economische verhoudingen en leven en de decolonisatie ordelijk tot een politiek akkoord brengen. Nederland zocht een weg in dit decolonisatieproces in een zeer gewelddadige context, gecreëerd door de radicale wrede revolutionaire beweging. En deze revolutionaire boden geen ruimte voor de grote verschillen in bevolking, taal, cultuur en geschiedenis in de Indische archipel. Hun devies was niet goedschiks dan kwaadschiks, het doel heiligt de middelen. Dat leidde tot die bloedige revolutie waar ik het over had. De Nederlandse militairen waren gedwongen op een rijdende trein te springen om een eind te maken aan deze extreme geweldssituatie. Er waren ook nationalistische leiders die deze geweldsorgie aanmoedigden. De groep Sukarno en Hatta had niet de controle over de gebeurtenissen. Wat is nu de taak van de historicus? Die ziet er op het papier heel eenvoudig uit. Je bestudeert de situatie, je schrijft op wat je aantreft en vindt,
Je verklaart volgens de destijds bestaande inzichten en opvattingen wat je hebt gevonden. Zo is het echter niet gegaan. Er is veel geschreven over de periode, een boekenkast vol. Maar in Nederland staat sinds eind jaren 60 een ontwikkeling in de historiografie die ik zou willen aanmerken als het beschrijven van de geschiedenis met een moralistische invalshoek. Dat gebeurt eenzijdig en vooringenomen in termen van beweerd extreem geweld en excessief geweld van de Nederlandse kant. De veroorzakers van het geweld worden daarin als onafhankelijke vrijheidsstrijders en slachtoffers verbeeld. De Nederlandse bestrijders van dat geweld worden als daders weggezet. De geschiedenis op zijn kop, ideologisch moralisme, is de drijfveer. Het begint in 1968 met de Indië-veteraan Joop Hütting in het nieuws met de krantenkop, die staat afgebeeld. Jullie schieten op alles wat beweegt. De tv-rubriek achter het nieuws creëert een media-hype, toen ook al. De politiek reageert op de hype, toen ook al. De excessennota 1969 is het gevolg. En daarin blijft van de beweringen van Hütting niets over. Desondanks wordt door De Wereld Draait Door in 2019, ruim 50 jaar na dato, de actie van Hütting nog steeds als een soort heldendaad bejubeld. Het typeert Nederlandse media, die tot op de dag van vandaag niet evenwichtig kunnen omgaan met geweld waarbij Nederlandse militairen zijn betrokken. Recent nog een bombardement door F-16's in Irak tegen de terreurorganisatie IS. Het NOS-journaal pakt groot uit met een beschuldigende vinger richting de militairen. Is het allemaal al uitgezocht? Nee, maar desalniettemin. Dan verschijnt in 1970, staat op het plaatje, het boek Ontsporing van Geweld van Doorn Hendricks. Voor Doorn, een van mijn leermeesters. Daarin staat dat het met een moralistisch blik kijken naar deze geschiedenis de historische gebeurtenissen aan het oog onttrekt. Het boek trekt dan, in 1970, nauwelijks aandacht. De waarschuwing van Doorn Hendricks wordt gemist. Met de moralistische bril op willen historici, media en politici van Nederland een moreel gidsland maken, ook in dit onderwerp. Dan neemt Lou de Jong in de jaren 80 de decolonisatie mee in zijn grote geschiedenisproject. Hij vindt dat de Nederlandse militairen destijds oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Er ontstaat onderbouwde oppositie tegen deze moralistische opvatting. Historici van naam en Indië-veteranen treden actief op, publiceren, voeren het debat, toen nog wel, en de Jong keert terug op zijn moralistische schreden. We schrijven 1987, 1988. Dan start rond 2008 het Comité Nederlandse Ereschulden een actie rond het beweerde excessieve geweld bij de kampong Rawa Gede. De Haagse rechtbank veroordeelt de Nederlandse staat in 2021. Er wordt schadevergoeding betaald en er worden excuses gemaakt door de Nederlandse overheid. Gestimuleerd door die uitspraak proberen de drie instituten een groot onderzoek naar het beweerde extreme geweld van Nederlandse militairen van de grond te tillen met financiële steun van de overheid. Dat plan mislukt in 2012. De instituten zetten door. Boeken en publicaties verschijnen en krijgen toenemende aandacht in de media die volgt. Het narratief van structureel excessief geweld van Nederlandse militairen ontwikkelt zich verder. En dan is het zover in 2016. De brandende kampongs van generaal Spoor. Dat boek verschijnt en is voor de regering aanleiding om alsnog overstag te gaan met de financiering van ruim 4 miljoen euro om een groot decolonisatieonderzoek mogelijk te maken. Maar in de brief van 2 december 2016 maakt het kabinet duidelijk aan de voorzitter van de Tweede Kamer, dus aan de Staten-Generaal, dat het een breed, omvattend, vanuit de internationale historische context objectief onderzoek moet worden waarin het geweld niet centraal mag staan. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de humanitaire acties van de Nederlandse militairen onderdeel van het onderzoek moeten zijn. Zo werpt het kabinet in 2016 nog een dam op tegen politiek moralisme in de geschiedschrijving.
De instituten worden met het onderzoek belast. De onderzoekleiding schrijft in een brief in februari 2017 zich uitstekend te vinden in de onderzoeksopzet van het kabinet. Maar wat blijkt? In de eerste publieke bijeenkomst waarin de voortgang van het onderzoek wordt toegelicht, zegt de onderzoekleider Van Vree, van het NIOD, dat de onderzoekers zijn geselecteerd op hun hedendaagse anticolonialistische overtuiging. Hij zegt ook dat de focus van het onderzoek het beweerde excessieve geweld van Nederlandse militairen is. Aan de onafhankelijkheidsdata van 17 augustus zal niet worden getornd, stelt Van Vree uitdrukkelijk. Aan het destijds geldende recht voelt men zich niet gebonden. Zo kiest het decolonisatieonderzoek bewust een koers die in strijd is met de randvoorwaarden van het kabinet in de brief van 2 december 2016. Op 17 februari worden de resultaten van het onderzoek naar buiten gebracht. Wat blijkt? Het onderzoek is niet uitgevoerd volgens de opzet van december 2016. De leiding van het onderzoek, die zich schreef uitstekend te kunnen vinden in de opzet, heeft hij niet gevolgd. Het onderzoek is gebaseerd op een politiek uitgangspunt van het anticolonialisme. De begrippen zijn diffuus en belangrijke begrippen ontbreken. Het brongebruik is eenzijdig, selectief en onvolledig. Kwantitatief bewijs ontbreekt. Het is geen objectief wetenschappelijk omvattend onderzoek, maar een politieke afrekening geworden met het eenzijdig voorgestelde koloniale verleden van Nederland. De conclusie is desondanks dat de Nederlandse krijgsmacht als instituut, daar staat hij, ik citeer, doelbewust, stelselmatig en wijdverbreid gebruik van extreem geweld heeft ingezet om de tegenstander zijn wil om te leggen en de oorlog te kunnen winnen. Let op het type van formulering. Een conclusie die ook in strijd is met het principe verantwoordelijkheid van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Volgens dat principe behoort namelijk elke onderzoeker binnen de grenzen van het redelijke rekening te houden met de legitieme belangen van bij het onderzoek betrokken personen. Wie zijn bij het onderzoek bij uitstek betrokken? Dat is de Nederlandse krijgsmacht. Tot tweemaal toe onderschrijft het kabinet Rutte IV deze conclusie. Daarmee accepteert het kabinet dat de onderzoekers zich niet hebben gehouden aan een vooraf overeengekomen onderzoekrandvoorwaarden. Verder zijn beide instemmende reacties voorbarig, aangezien hetzelfde kabinet had verklaard richting de Tweede Kamer om eerst na bestudering van alle publicaties met een nadere reactie te komen. In dit boek nemen wij de onderzoekrandvoorwaarden van het kabinet wel tot uitgangspunt. Wij bieden een objectieve beschrijving op hoofdlijnen van de geschiedenis, van de historische context, belangrijkste aspecten, duidelijk op historische, militaire en juridische expertise gebaseerde analyses en beschrijven acties van de krijgsmacht die ook in het decolonisatieonderzoek staan. In een aantal gevallen leiden onze analyses tot keiharde ontkenning van conclusies uit decolonisatieonderzoek. Uit de historische context, zoals er ons is opgeschreven, blijkt dat in het begin vanaf 17 augustus sprake is van rebellie en gewelddadige opstand tegen de besluitvorming van de geallieerden. Op 17 augustus bestaat geen soevereine onafhankelijke staat, Republiek Indonesië, wel ontstaat er vrij spoedig geweld, uitbuiting, genocidaal geweld en dat alles veroorzaakt door radicale revolutionaire en rampokkers. Vanaf maart begint er een geleidelijke opbouw van de Nederlandse krijgsmacht voor een stel van rust, orde en normale verhoudingen om het de politiek mogelijk te maken een decolonisatieakkoord te bereiken. De Haagse politiek, zo analyseren wij, weet niet in te spelen op de feitelijke situatie, faalt en benut eerdere kansen op een politiek akkoord. In ons boek is dit getypeerd als de autistische decolonisatiepolitiek van Den Haag. Het beleid van de groep Sukarno-Hatta is vanaf het begin erop gericht Java de positie van Nederland te laten overnemen. Dat wil zeggen, recolonisatie van de Indische archipel onder leiding van Java, en die duurt tot op de dag van vandaag. Zie de gebeurtenissen rond bijvoorbeeld voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Het optreden van de Nederlandse krijgsmacht, de inzet van zware wapens als veldartillerie en het luchtwapen wordt beschreven in het boek.
De grote lijn is, het is reactief, noodzakelijk, proportioneel, evenwichtig geweld, onnodige nevenschade zoveel mogelijk voorkomend, succesvolle militaire acties en veel humanitaire acties waren structureel onderdeel van het optreden van de Nederlandse krijgsmacht. Er was ook sprake van geweldsexcessen van de Nederlandse kant. In het boek wordt opnieuw de excessennota kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd en die blijkt toch een goed inzicht te geven in de situatie van destijds. Het is helemaal geen doofpot, zoals activistische historici de lezer van hun boeken wil doen geloven. Drie militaire acties die het decolonisatieonderzoek zijn geframed als iconische beelden van grensoverschrijdend geweld, gaat u even stilzitten, worden uitvoerig onder de loep genomen. Het gaat over de actie bij Pezing, 15 april 1946, die in het decolonisatieonderzoek wordt geframed als een leerschool voor het bedrijven van oorlogsmisdaden. De eerste publicatie erover heeft als titel, de publicatie is 2012, Learning on the Job. Het is feitelijk onjuist en laster. De tweede actie is het optreden van kapitein Raymond Westerling op Zuidse Lebes, 5 december 1946, 3 maart 1947. De beschrijvingen in het decolonisatieonderzoek kloppen niet. Een bewering over duizenden moorden van Westerling bijvoorbeeld. In het boek De brandende kampongs van generaal Spoor, ik liet u juist zien, staan tenminste 50 fouten in de beschrijving van Westerlings optreden. Op 15 april 1977 schrijft een hoge TNI-officier en historicus, dokter Matsir Said, dat sprake was van een fictie, gegrond op een politiek oogmerk. Dus, zo schrijft Said, een propagandamaatregel tegen de Nederlandse bezetting. Hij noemt 256 slachtoffers van een noodzakelijke militaire actie. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de brief van luitenant-kolonel Said, ik heb hier straks, na de afloop, kunt u het even doorlezen. De nepinformatie, de valse beschuldigingen, de politiek gekleurde informatie en laster over Westerling worden al 46 jaar volgehouden tot op de dag van vandaag. De derde actie betreft die bij Rawa Gede, 7 december 1947. De rechtbank Den Haag doet uitspraak 15 december 2011. En die uitspraak wordt gebruikt als startschot om een groot onderzoek mogelijk te maken naar de decolonisatie van Nederlands-Indië. Er wordt beweerd dat er sprake was van een bloedbad, met 431 doden. Uit het rapport van de Commissie van Goede Diensten van de Verenigde Naties van 12 januari 1948 blijkt dat dit onjuist is. Er vallen 150 slachtoffers bij een noodzakelijke militaire actie. Ook de vele perspublicaties uit die tijd bevestigen dit feit. Een historicus die ook werkt aan het decolonisatieonderzoek beweert, gaat u even stilzitten weer, dat Rawa Gede het voorbeeld is van het uitmoorden van de gehele bevolking en het in brand steken van de kampong door Nederlandse militairen. Het blijkt nepinformatie en laster. In de rechtszaak over Rawa Gede heeft de overheid gefaald. Zij deed onvoldoende onderzoek, presenteerde onvoldoende feiten en bracht onvoldoende militaire deskundigheid in. Dit leidde tot een veroordelend vonnis. De overheid berustte in dat vonnis en betaalde schadeloosstelling. Ze stelde zelfs ruime fondsen voor een herdenkingsgraf beschikbaar, terwijl dat een gemaakt graf is. Zoals er meer zijn in Indonesië, denk aan de 40.000 doden van Westerling op Zuidse Lebes bij Pare Pare. Het zijn als monument gecreëerde mythes, gebaseerd op onjuiste informatie en propaganda. Die moeten het beeld oproepen van een heldhaftige onafhankelijkheidsstrijd en de wandaden van de Nederlandse militairen. De Nederlandse overheid werkt zo mee aan deze propaganda. Zij biedt zelfs excuses aan. Historicus Kees Somers, een van de auteurs in ons boek, beschrijft in het boek een wetenschappelijk onderbouwde, evenwichtige analyse, beschrijft de werkelijke context en de feiten in samenhang met de militaire actie bij Rawa Gede. Dit is voor het eerst in onze vaderlandse historiografie de ballon voor de aanleiding van het decolonisatieonderzoek is hiermee doorgeprikt. Je ziet het pas
als je het doorhebt, zei Johan Cruijff al. U kunt zich voorstellen dat de Nederlandse militairen, die daar hun opdrachten met succes uitvoerden, zich verraden voelen door de eigen overheid. Helaas niet aanwezig Fokker Dijkstra, zijn vervoer liet het afweten, is een van de laatste overgeblevenen. Hij heeft jarenlang gevochten tegen dit onrecht. Hij had al die jaren gelijk. In dit boek staat het overtuigende bewijs van zijn gelijk. En Pieter Paulusma wil dat wel aan Fokker doorgeven. En Kees, jij vertelde het hem wel. Er zijn tijdens de dekolonisatieperiode veel goede en succesvolle acties uitgevoerd. Hetgeen mag blijken uit de ruim 600 hoge militaire dapperheidsonderscheidingen. Dergelijke onderscheidingen worden pas na zorgvuldige procedure toegekend. Op voorspraak van hoge Indonesische officieren, jaren na de soevereiniteitsoverdracht, heeft de Nederlandse minister van Defensie aan de regimenten die daar actief waren de vaandelopschriften Java en Sumatra toegekend. Dit ook voor dapper en kundig optreden. Tot zover een aantal aspecten dat in dit boek aan de orde komt en dat een heel ander beeld geeft van de geschiedenis in vergelijking met het beeld dat het decolonisatieonderzoek wenst op te roepen. Onze vaderlandse geschiedenis heeft betekenis als bron van inspiratie voor onze identiteit en samenhang. Onze uitgever wees daarop. Dit boek weerspreekt, wetenschappelijk gefundeerd, op controleerbare bronnen gebaseerd, de hoofdconclusie van het onderzoek. Onze conclusie is: de Haagse politiek heeft gefaald, niet onze krijgsmacht. Op basis van historische gebeurtenissen in de context verdient daarom de Nederlandse krijgsmacht eerherstel van deze ongefundeerde beschuldiging die op 17 februari is geuit en door het kabinet Rutte reeds twee keer is onderschreven. De toegevoegde waarde van ons boek kan als volgt worden samengevat. Daarin wordt de geschiedenis beschreven op basis van principes die recht doen aan objectieve en verantwoorde geschiedschrijving. De brede historische context wordt beschreven, wat bijdraagt aan een completer en evenwichtiger beeld van wat zich heeft afgespeeld, met inbegrip van het beschrijven van humanitaire acties. Met inbegrip van historische, militaire en juridische expertise wordt veel van de tot nu toe bestaande onduidelijkheden weggenomen en nauwgezet brononderzoek van een aantal militaire acties, ik noem er drie, ontkracht de beschuldiging van extreem geweld tijdens die acties. Jarenlang is geprobeerd een afrekening van ons koloniale verleden van Nederland op te schrijven om ons te confronteren met zwarte bladzijden uit die tijd. Historici met een antikoloniale agenda zijn opgetreden als flagellanten, boetepredikers van onze tijd, die ons willen doordringen van onze zonden uit het verleden. Ons dwingen dat we boete moeten doen, excuses moeten aanbieden en pas dan weer mee mogen doen aan het werken voor ons land. De beschrijving van de geschiedenis van de decolonisatie is aan die doelstelling aangepast en ondergeschikt gemaakt. Volgens een van mijn leermeesters, professor Karel van der Dreven, is wanneer een belang boven wetenschap wordt gesteld, niet langer sprake van wetenschap, maar van, ik citeer van het Reven, kwakzalverij. Wij hebben ons afgevraagd welk belang is daarmee gediend. Er is behoefte aan integere geschiedschrijving, niet aan een politiek afrekening met ons verleden op grond van eenzijdige antikoloniale politieke ideologie. Er is nog veel werk aan de winkel voordat deze historische werkelijkheid onderdeel is van ons historisch besef en van onze identiteit. Te lang hebben historici, slaafs gevolgd door mainstream media, deze ideologie over Nederland uitgestort. Wij beogen met dit boek erkenning van de politiek, gelukkig zijn hier leden van onze Staten-Generaal aanwezig, dat het decolonisatieonderzoek niet is uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen onderzoekrandvoorwaarden. Wij beogen erkenning van de politiek dat dit boek een aanvulling is op dat onderzoek en dat het een plaats krijgt in het geschiedenisonderwijs. Wij beogen dat het kabinet publiekelijk eerherstel verleent aan de Nederlandse krijgsmacht. En we willen graag dat bij het aanstaande debat in de Tweede Kamer over het decolonisatieonderzoek in juni 2023 dit boek een onderdeel is van dat dossier. Het is wat ons betreft duidelijk
dat dit boek bij het komende Kamerdebat over het decolonisatieonderzoek niet onbesproken kan blijven. Dat is in het belang van respect voor onze geschiedenis. Ook in het belang van degenen die bereid waren Nederlands-Indië hun leven te geven voor het landsbelang om opdrachten uit te voeren van het hoogste gezag, van het eigen land, de eigen regering, het eigen parlement. Zij, de Indië-veteranen, verdienen respect en waardering. Het proces van decolonisatie betekende een trauma voor de Nederlanders die daar leefden. De militairen die daar in opdracht van de overheid hun leven in de waagschaal stelden, de knilmilitairen die met valse beloften werden geconfronteerd en gedwongen werden naar Nederland te gaan, onze Molukse medelanders die hun identiteit als trouwe knilmilitairen werd ontnomen, de duizenden Nederlanders die daar werden geboren en de Soekarno het land werden uitgezet. Hun opvang in Nederland was soms dramatisch. De Nederlandse regering faalde. Het is ook in het belang van degenen die heden ten dagen in de vuurlinie staan en hebben gestaan om onze waarden te verdedigen. Het ondergraven van onze krijgsmacht, instrument om onze democratie te beschermen, is het ondergraven van die democratie. Dit boek is een waarschuwing, een wake-up call aan alle Nederlanders. De politiek is in juni aan zet in het Tweede Kamerdebat. En zoals onze helaas overleden strijdbakker van Maluku van Maluku, Leo Reowaru, altijd zei, hoop doet leven, opgeven is geen optie. Elke Nederlander heeft het recht zijn eigen geschiedenis te kennen. De geschiedenis mag niet worden gewist of verdraaid onder invloed van een moralistische ideologie. George Orwell schreef dat in zijn in 1948 verschenen boek, 1984. De geschiedenis werd gewist, pagina 76. Het wissen werd vergeten, de leugen werd de waarheid. Ik dank u voor uw aandacht. Het is mij een eer nu om het eerste boek, officieel eerste boek, te mogen overhandigen aan de inspecteur-generaal der krijgsmacht, de luitenant-generaal der mariniers, Frank van Sprang. Bouke, sta mij toe om nog enige woorden tot jullie te richten. Allereerst veel dank voor dit boek, maar ook de bijdrage van de auteurs om de geschiedenis over deze periode onder de aandacht te blijven brengen. Geschiedenis is altijd mijn lievelingsvak geweest, maar het blijft een merkwaardige wetenschap. En ik verzin ze niet allemaal zelf, maar ik zeg altijd wel vaak, wie zijn geschiedenis niet kent, begrijpt heden nog toekomst. Je hebt er toen straks zelf ook een gebruikt, als het gaat om de winnaar bepaalde geschiedenis. Ik vraag me alleen af over deze periode of er wel een winnaar was. Maar zo zijn er ook uitspraken als geschiedenis is een fabel waar iedereen het over eens is geworden. Geschiedenis kent vele perspectieven. Dat hebben we zeker in deze periode gezien. Dat hebben we ook gemerkt in de afgelopen jaren, naar aanleiding van het onderzoek wat liep. Maar zeker hoe dat in de media is gebracht en hoe daar in de politiek over is gesproken. En wat mij ook triggerde bij de aankondiging van jullie boek al. Want jullie zeggen zelf, de geschiedenis van de decolonisatie van Nederlands-Indië 1945-1950 geeft tot de dag van vandaag aanleiding tot uiteenlopende inzichten. En dat zal altijd zo blijven. Voor mij als inspecteur-generaal de krijgsmacht, zeker in mijn hoedanigheid als inspecteur de veteranen, is natuurlijk het perspectief vanuit de veteranen wat het belangrijkste aandachtspunt is. Maar in deze discussies merk ik ook dat dat verder gaat dan alleen maar SEC die veteraan. Want dat raadt natuurlijk ook de Nederlandse, de Indische en de Molukse gemeenschap die deze periode hebben meegemaakt. Maar ook de generaties daarna. Ik merk wel, er is een rode draad. Er is een centraal thema wat ik merk als het gaat over hoe de veteranen soms kunnen worden weggezet. En dat is iets waar ik regelmatig aandacht voor vraag. Want als op een of andere manier een operatie negatief in het nieuws komt, dan zien we heel vaak dat de stof neerdaalt op de veteranen. Jij haalde al één voorbeeld aan als het ging over het bombardement in Hawija. In Irak.
Maar zo kan ik ook praten natuurlijk over Dutchbat 3 in Srebrenica. En onlangs, wat meest recent in het nieuws komt, de slag om Chora in Afghanistan. We moeten namelijk dan niet vergeten dat de inzet van militairen nog steeds een instrument is van de politiek en dat daar dan ook de verantwoordelijkheid ligt. En ook al wordt die verantwoordelijkheid genomen, dan merk ik toch dat dat niet het slechte gevoel wegneemt bij de veteranen. Dat blijft hangen. En dat geldt niet alleen ten aanzien van de Indië-veteranen. En ik heb daar in mijn recente jaarrapportages ook regelmatig aandacht voor gebruikt. En ik quote één stukje. Een aantal veteranen hebben hun zorgpunten ook kunnen delen met Zijne Majesteit de Koning en de minister van Defensie. Daar waren de heer Van der Lee en de heer Paulusma ook bij. Ten eerste, dat de inzet van Nederlandse militairen bij humanitaire operaties onderbelicht is gebleven. Ten tweede, dat de context waarin geweld werd aangewend niet geduid is. En ten derde, dat de terugkomst in Nederland kil was, maar ook dat hun kinderen aangesproken werden op school tijdens de geschiedenislessen over Nederlands-Indië. En daar wringt vooral de schoen, omdat de veteranen zich niet herkennen in het beeld dat in de geschiedenisboeken van de toekomst over henzelf zal worden geschetst. We moeten echter hier ook niet vergeten dat de veteranengemeenschap ook een zeer divers geheel is. Met net zoveel diverse meningen. Ook over Nederlands-Indië. Dus ik vraag dan ook aandacht voor de zwijgzame groep, die niet altijd bediend wordt door een nieuwe discussie, wat kan leiden tot herbeleving van emoties. Desalniettemin dank ik jullie voor deze bijdrage, zeker ook richting alle auteurs. En ik zal het met zeer veel interesse lezen. Dat doe ik niet alleen als inspecteur de veteranen, maar dat doe ik ook als veteraan en ook als zoon van een Indië-veteraan. Want ook hier merk ik dus dat dit dossier prominent, dat het niet alleen over die veteranen geldt, maar ook over een thuisfront. En zoals gezegd, hele gemeenschappen met de Indische en Molukse gemeenschap in het bijzonder. Dus nogmaals dank voor jullie betrokkenheid en ik wil niet gierig zijn. Maar ik heb natuurlijk één boek gekregen, want ik neem het in ontvangst namens de krijgsmacht. Maar als ik dan toch direct naar de minister ga en ik de kans krijg om er één op haar bureau neer te leggen, wil je daar ook dan je handtekening nog inzetten voordat ik wegga? Wij zijn ook niet gierig. Dan doen we dat. Ja. Veel dank. Dat is oké. Bedankt voor het woord. Hartelijk dank, Frank van Sprang. Dan is het mij nu een eer het woord te geven aan een van de collega-auteurs, professor Piet Emmer. Dames en heren, ik wil vanmiddag een experiment met u uitvoeren. Ik wil u vragen terug te denken aan 1945 en alles te vergeten wat daarna gebeurd is. Dat is onmogelijk blijkbaar en zoals we dat zien, dat slaat ook terug op de geschiedschrijving. Laten we vooropstellen dat in 1945 het kolonialisme, zoals dat in de 19e eeuw populair geworden is, nog steeds aanwezig was. Om in de wereld mee te tellen, hoorde je als Europees land koloniën te hebben. Na Engeland, Frankrijk, Portugal en Spanje slaagde Nederland erin de vijfde koloniale grootmacht ter wereld te worden. Wat zouden we zijn zonder de gordel van Smaragd? Een land met de rang van Denemarken, volgens een ambtelijk rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En iets soortgelijks gold ook voor de andere Europese mogendheden. Geen wonder dat ieder Europees land probeerde, als het daartoe in staat was, een deel van die overzeese wereld in bezit te krijgen. Een nieuw land als België, dat pas in de 19e eeuw ontstond, slaagde erin de Congo tot kolonie te maken. Duitsland, ook een nieuw land dat in de 19e eeuw een eenheid werd, slaagde erin Tanganyika en Zuidwest-Afrika, het huidige Namibië, te koloniseren. Italië, na 1860 ook een land, slaagde erin Eritrea en Libië tot kolonies te maken, terwijl Rusland de mogelijkheid had een groot deel van Azië achter de Oeral te koloniseren. En zo zou ik nog wel een tijdje door kunnen gaan, maar ik moet me vanmiddag beperken tot de hoofdlijnen. Zelfs de Verenigde Staten, de eerste gedecoloniseerde kolonie, deed mee aan die race om de koloniën met als resultaat Puerto Rico en de Filipijnen.
Er moesten dan ook internationale conferenties gehouden worden om de verdeling in goede banen te leiden. Maar een paar landen werden niet gekoloniseerd. En ik denk dat ik u een uitputtende opsomming kan geven als ik u noem Ethiopië, Afghanistan, Turkije, China en Japan. Hoewel met alle vijf de westerse mogendheden daar nog wel invloed konden uitoefenen, doordat ze bijvoorbeeld de telegraaf hadden aangelegd of de spoorlijnen. Kortom, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog waren de meeste koloniale wereldrijken nog alive en kicking. Na de Tweede Wereldoorlog begon de dekolonisatie. Plotseling werd er een eind gemaakt aan die koloniale wereldrijken die soms wel 3 tot 4 eeuwen hadden bestaan. Voor Groot-Brittannië was dat bekend terrein. Het land wist al dat afscheid nemen van een kolonie niet het einde van de wereld betekende, want voor 1945 had Londen al ervaring opgedaan met de dekolonisatie van de Verenigde Staten en daarna van Ierland. In de landen op het continent van Europa die gezucht hadden onder de Duitse bezetting, ontstond er een ander sentiment. Zij wilden de situatie van voor de Duitse inval herstellen, inclusief de koloniën. Die gaven het uitgemergelde Europa weer zelfvertrouwen. Nederland was niet een klein, onbetekenend landje aan de Noordzee met een kapotte infrastructuur en nauwelijks nog dollars om zijn importen te betalen, maar het hart van een wereldmacht zodra de Japanse bezetter, net als Duitsland, zou zijn verslagen. Anders dan Londen leek politiek Den Haag niet goed te beseffen dat de bordjes op het wereldtoneel na 1945 definitief verhangen waren. Niet langer Groot-Brittannië en Frankrijk bepaalden wat er in de wereld gebeurde, maar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en soms ook de gloednieuwe Verenigde Naties. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie waren het eigenlijk wel eens over die dekolonisatie en beide landen deden dat in de hoop de onafhankelijke voormalige koloniën in Azië en Afrika binnen hun invloedssfeer te trekken. De Verenigde Staten beschikten daarbij over een machtig drukmiddel, de Marshall Hub, bedoeld om de wederopbouw van Europa te stimuleren en paal en perk te stellen aan de uitbreiding van de invloedssfeer van de Sovjet-Unie. En nou komt het, als Nederland de dollars van de Marshall Hub zou gebruiken om bijvoorbeeld stookolie te kopen, om troepen naar Nederlands-Indië te sturen, zou die hulp worden gestopt. En door Sukarno te steunen, hoopten de Verenigde Staten hem binnen het westerse kamp te houden en een communistische machtsovername, zoals dreigde in Maleisië en Vietnam in die tijd, te vermijden. De Tweede Kamer in Den Haag besefte niet dat hun mening er grosso modo niet meer toe deed. Veel politici waren van mening dat Nederlands-Indië nog lang niet toe was aan de onafhankelijkheid. En hoewel ons land zich een enorme inspanning moest getroosten om de schade van 5 jaar bezetting te boven te komen, was er nog veel animo om ook in Nederlands-Indië te investeren. Het onderwijs moest beter, meer infrastructuur, een betere gezondheidszorg en ga zo maar door. Nederland was nog lang niet klaar en zonder die Nederlandse expertise en steun zou het inkomen per hoofd van de bevolking dalen, zouden de exporten van tropische producten in kwaliteit achteruit gaan en dat gold ook voor de kwaliteit van het bestuur, de rechtspraak en de gezondheidszorg. Den Haag leek niet te beseffen dat deze nadelen op het internationale toneel geen enkele rol speelden. En dat betekende dat de vele successen van het Nederlandse expeditieleger, zowel bij het herstellen en verbeteren van het lot van de Indonesiërs als in de strijd tegen de opstandelingen, voor een deel weer ongedaan werd gemaakt door de internationale en Nederlandse politiek. Dat de dekolonisatie met strijd gepaard ging, was, als het om Nederlands-Indië ging, zeker niet uniek. Ook de dekolonisatie van de Verenigde Staten was het resultaat van een burgeroorlog. Gold ook voor delen van Spaans-Amerika. Ik noemde al Vietnam en ik zou daar nog aan kunnen toevoegen
Algerije, Kenia, Rhodesië, Angola en Mozambique. Er lijkt één uitzondering te zijn, namelijk Brits-Indië, maar dat is gezichtsbedrog volgens mij, want meteen nadat Londen de soevereiniteit aan India en Pakistan had overgedragen, brak er een burgeroorlog uit met wellicht 1 miljoen doden tot gevolg. Cyprus en Palestina werden etterende wonden die Groot-Brittannië niet leek te kunnen genezen. En zoals gezegd, Portugal heeft jaren oorlog gevoerd in Angola en Mozambique. Het is dus een schrale troost. Nederland heeft bij de decolonisatie van Nederlands-Indië geen uitzonderlijke rol gespeeld als het om de toepassing van geweld gaat. Zulke processen waren ook elders normaal. Misschien dat we daar nu anders tegenaan kijken, maar in 1945 was geweld een onderdeel van de nationale en internationale politiek. Dankzij dat militaire geweld was Nederland bevrijd en ook de bewoners van Nederlands-Indië moesten bevrijd worden en zonder geweld zou dat waarschijnlijk niet lukken. Ik heb het al vaker gezegd, voor de gemiddelde Nederlander anno 2023 is het vrijwel onmogelijk zich nog te verplaatsen in de wereld van 1945. Maar dat is nu precies de taak van de historicus. En het is geweldig lastig, want we weten hoe het afloopt, hoe het afliep. Maar die uitkomst was in 1945 nog verre van duidelijk. En het herstel van, het Nederlandse gezag als voorwaarde voor een mogelijke decolonisatie werd toen in de Nederlandse bevolking breed gesteund. Het is historisch eigenlijk niet van belang wise after the event te zijn. Dank u wel. Dat is mijn eer om te vragen aan Gerard van der Lee nu het woord voor ons te willen voeren. Gerard. Dames en heren, ik ben Indië-veteraan. Eén uit een heel klein groepje dat nog rest van de circa 200.000 Nederlandse militairen die daar tussen 1945 en 1950 zijn ingezet. Vergun mij alsjeblieft een kort woord. Ik ben nu 95. Natuurlijk spelen er ook bij mij steeds weer flarden van herinneringen en gedachten door het hoofd. Als het over voormalig Nederlands-Indië, / Indonesië gaat. Ik heb in mijn leven veel zien veranderen. Ik heb gehoord en ervaren dat alles beweegt. Zelfs de geschiedenis schijnt te kunnen bewegen. Zijn feiten nog wel feiten? Kan tegenwoordig het geheel beoordeeld worden door bewust selectief gebruik te maken van de bronnen? Zoals zonder de handelwijze van de tegenstanders, ook niet alleen tegen ons, maar ook tegen de eigen bewoners in ogenschouw te nemen? Door getuigenissen en bronnen slechts daaruit een bewust gekozen deel te gebruiken. Acties als Rawengede en Zuidse Lebes zijn bij ons Indië-veteranen weinig bekend. Patrouilles, acties, die waren er miljoenen. Ik heb eens uitgerekend, er moeten ongeveer 5 miljoen patrouilles en acties zijn geweest, waarvan Rawengede en Zuidse Lebes er dan twee waren. We deden ze dagelijks.
overdag en 's nachts. 7 dagen per week, van begin 1946 tot eind 1949. En ook nog daarna. Daar zijn allemaal verslagen van gemaakt. Patrouilleverslagen. Iedere patrouillecommandant moest een verslag maken. Dus het is bekend. Het moet te vinden zijn. Waar is de studie daarover? Waar blijft de afweging? Waar zijn de studies over de positieve, menslievende optredens van de Nederlandse militairen? En die studies over hun tegenstanders en hun manier van optreden? Als je Merdeka kan roepen, mag dan ineens alles? En hoe benoemt men de opvang van onze repatriëring? Beschrijf je geschiedenis door het militaire geweld dat gebruikt moest worden, schromelijk te overdrijven? Er zijn waarlijk punten om lering uit te trekken. Maar dat lijstje ziet er heel anders uit. Het commentaar van de Indië-veteranen breekt me de bek niet los. De heren worden bedankt. Ze kennen me allemaal de boom in. Sobats, dat waren wij. Men Lee Enfield uit 1895 over Steingun met de poten door de Sabas. Vrijwilligers, zowel als de dienstplichtigen. Wij kankeren, maar blijven doen wat we moeten doen. Trouw, dat waren wij. Volhouders en sterk en met een klein hart. Bereid, ook na 36 maanden nog. Bereid, ook na 75 jaar. Slamat, zo wat. Ik heb mijn speechje ook aan mijn 2 zonen gestuurd, die nu 68 en 67 zijn. Dus ook niet zo jong meer. Zij zijn een beetje erg antimilitair. De oudste is een dienstweigeraar, maar op een manier waar ik trots op ben. En open en eerlijk. De tweede is huzaar geweest, heeft een tank, een Leopard bestuurd, maar is daar niet trots op en ook niet zo blij mee. Dus ze hebben afstand genomen. Trouwens, ik zelf heb ook nooit beroepsofficier willen worden. Ik was reserveofficier. Maar plicht is plicht en die doe je. Ik heb ze mijn speech opgestuurd, want ook een vorige maal hebben ze me toch wel een goede tip gegeven. En waar ze niet helemaal mee eens zijn, leer ik veel van ze. En dat wil ik graag toch ook nog eventjes dat antwoord voor mijn zonen noemen. Eigenlijk, schrijft hij, kan ik als reactie alleen maar mijn vorige opmerking herhalen. Natuurlijk dat jij je punt zo krachtig maakt, dat het alleen maar aan kracht wint, als je als ervaringsdeskundige in 2 oorlogen ook meldt dat oorlog altijd verschrikkelijk is. Met traumatische gevolgen voor alle strijdende partij. Dus dat iedere oorlog per definitie een tragedie is. Ik zou zelfs zeggen dat iedere oorlog bij voorbaat een nederlaag is, omdat de partijen niet in staat bleken er op verzoenlijkere manier uit te komen. Dat de geschiedschrijving al snel karikaturaal wordt, alle slechteriken aan de ene kant en alleen helden aan de andere kant, is in feite een voortzetting van de nederlaag. Geschiedschrijving die recht doet aan de erkenning van die collectieve morele nederlaag van de betrokkenen partijen, maar daarbij ook oog heeft voor de menselijke kant, het beste ervan maken en zoveel mogelijk juist wel een fatsoenlijk mens blijven als soldaat in oorlogstijd, blijkt steeds weer moeilijk. Ik heb het rapport niet gelezen, maar in dit geval dus wederom mislukt, betoog jij. Overigens schrijf je ook, er zijn waarlijk punten om leringen uit te trekken. Maar dat lijstje ziet er heel anders uit.
Hoewel de mens tot nu toe nog niet zo heel erg veel geleerd lijkt te hebben, ben ik het helemaal met je eens dat er waarlijk punten zijn om lering uit te trekken. Je formuleert dat hier zo uitdagend dat ik toch wel nieuwsgierig ben naar welke dat dan zijn. Ik denk zelf aan wat ik hierboven als reactie geef. Maak van oorlog geen karikatuur van helden en boeven. Want het is een krankzinnige, complexe, algemene, menselijke tragedie. En, dus als het ook maar even kan, begin er niet aan. Maar misschien heb je wat anders in gedachten, dus misschien kun je er een tip van de sluier bij oplichten. Dit is een wat lange reactie, maar komt uit een betrokken zonenhart. En dat was het commentaar wat ik kreeg. Dank u wel. Even mijn spelletjes opleggen. Ja, even mijn bril opzetten. Ja, waar zit een misstap? Daar wil ik toch voorkomen. Dan zal nu het woord voeren de kolonel buitendienst Maarten de Jong Zwemmer. Generaals, dames en heren, ik ben Maarten de Jong Zwemmer. Ik ben telg van een geslacht van knilofficieren. Ik ben geboren op Ambon als tweede zoon, 3 dagen voor de Japanse inval. Het bataljon waar mijn vader in streed moest al na enkele dagen capituleren. En alle militairen verdwenen naar het eiland Hainan. De vrouwen en kinderen, daar wisten de Japanners geen raad mee. Dus wij werden van het ene kamp naar het andere kamp gesleept. En ik moet daarbij zeggen dat ik mijn moeder, een Friezin, tandarts, een keihard mens die al voor de oorlog haar eigen praktijk begon, buitengewoon waardeer dat zij haar 2 zoons door de oorlog heeft gesleept. We kwamen dus uiteindelijk hier in Nederland. Ik wilde graag net als mijn vader officier worden. Maar ik had slechte voeten en slechte ogen door de ontbering en ellende van het Jappenkamp. Ik werd dus alleen goedgekeurd voor de logistiek. Intendance werd mijn keus. Maar ik heb er geen spijt van gehad. Ik ben toch al kolonel geworden. Aan het einde van mijn carrière kreeg ik wat meer lucht om ook eens wat research te doen. Want ik wist niets van mijn verleden. Mijn vader had al in 1952 het gezin verlaten en mijn moeder kon niet over de oorlog praten. Ik heb toen contact gezocht met de reuniegroepen van Hainan, waar mijn vader had gezeten, en van Kampili, ons laatste kamp. En daar heb ik heel veel geleerd en hun verhalen genoteerd. Want er werd mij gezegd, ook door de zoon van de resident van de Grote Oost op Ammon, Maarten, schrijf het op. Want als het niet opgeschreven wordt, wordt het vergeten. Dit verhaal mag niet vergeten worden. En zo ben ik aan research begonnen. En eigenlijk wat uit alle verhalen van de mensen uit Celebes voortkwam, was de dankbaarheid voor Westerling. Wij danken ons leven aan Westerling. Wie was die Westerling dan eigenlijk? Ik ben dus wat onderzoek aan het doen, gaan doen voor Westerling. En ik heb een artikel geschreven voor het officiersnet, een e-mailgroep van oud-officieren. En dat verhaal werd opgepikt door Bouke Geersing. Wij konden elkaar goed vinden en we konden elkaar stimuleren en steunen. En zo is dat boek over Westerling gekomen. Maar Westerling was niet het enige verhaal, want wij waren nog in het Jappenkamp. En toen kwam de vrede, de capitulatie van de Japanners, maar wij konden het kamp niet uit. Waarom niet? Er was een dreiging. Waar kwam de dreiging vandaan? Van Javanen, jonge Javanen. Bemoedas noemden ze zich. En wij moesten wachten tot de Australische troepen kwamen om ons kamp te beveiligen, voordat de Japanse kampcommandant met zijn mensen
de beveiliging kon opgeven. Het moet eerlijk gezegd worden, na de capitulatie heeft de Japanse commandant goed voor ons gezorgd. Maar ook nu konden we nog niet naar ons huis terugkeren. Nee, want de dreiging ook op Makassar was veel te groot. Eerst moesten de Australiërs een compound inrichten van een aantal huizenblokken dat zij goed hadden beveiligd. En daar konden dan eindelijk vanaf de kampen met Bontjeswater naartoe komen. Daar heb ik dus ook gewoond. Maar ook daar was het niet helemaal veilig. Want op de voorgalerij naast ons werd de zoon van kapitein Breemauer doodgeschoten door een plopper. Dat was eigenlijk nog altijd een voortzetting van onveiligheid. Maar er kwam een verandering. Er kwam de kapitein Westerling. Mijn vader, die was als een van de eerste kapiteins uit het recuperatiekamp in Kuala Lumpur naar Celebes, naar Makassar gekomen. Waarom? Omdat zijn zoontje Maarten doodziek was van malaria en dysenterie. Ik heb het overleefd. Maar toen mijn vader daar was, werd hij meteen als kapitein garnizoenscommandant. En op Makassar belast met de opvang van de militairen zoals die uit de kampen kwamen. En zo ontstond er een groepje mensen, want de Britten en zeker Australiërs wilden niet in deze naoorlogse periode nog mensen verliezen aan een oorlog die niet van hen was. En zo kwamen steeds Nederlandse troepen die het moesten overnemen. En Westerling, die formeerde een gevechtsgroep. En Westerling is ook bij ons thuis geweest. En hij zal zeker met mijn vader hebben gepraat over de ervaringen van mijn vader van voor de oorlog van de contra-terreur in Aceh. En dezelfde handboeken van voor de oorlog waren nog altijd geldig. Westerling deed zijn werk goed. En wat was het bijzondere? De Pemuda's, de indringers uit Java, die werden natuurlijk herkend door de mensen van Celebes. En de mensen van Celebes wilden niks te maken hebben met die jongelui van Java die voor rotzooi zorgden. Dus Westerling kreeg overal aangegeven van daar zitten ze, daar zitten ze. Dus dat hadden die jongens ook snel in de gaten en die vertrokken. En zo was het eind 46 eindelijk weer rustig. En toen konden wij met ons gezin vliegen naar Nederland. We kwamen aan op Schiphol met de kleren van het kamp nog aan ons lijf. En daar was bij de aankomsthal een aantal tafels ingericht waar wij kleren kregen, winterkleren, dat de Amerikanen bijeengebracht hadden voor de arme vluchtelingen. Wij waren op recuperatie na de oorlogstijd. Maar dat duurde niet lang. Want nog voor kerst 1947 werd mijn vader opgeroepen om terug te keren naar de oost. Naar Madura. Wat was daar inmiddels gebeurd op Madura? Ook daar waren de Javanen gaan optreden. En de Australiërs, die het eiland hadden bevrijd, hadden ook geen zin om daar mensen te verliezen aan een oorlog die niet van hen was. Dus wat zij deden is voor hun vertrek het veiligheidsbataljon op te richten, waarbij gebruik werd gemaakt van milities van Madurezen die als vrijwilliger toetraden tot dit bataljon genaamd Chakra Madura. En mijn vader, die werd commandant, die werd al snel bevorderd tot majoor. Toen werd ook nog eens een keer gezegd van, ja, je bent niet alleen commandant van het bataljon, je bent ook commandant van het eiland. Dus werd hij al snel doorbevorderd tot overste. En daar op Madura leefden we in een relatieve rust. Maar de rust die duurde ook niet lang. Want ook daar waren de ploppers actief. En op een gegeven moment was het moment gekomen van de soevereiniteitsoverdracht. Mijn vader die zag het al gebeuren. Dus voordat hij zijn wapens en munitie overdroeg aan de TNI, heeft hij eind 1947 zijn gezin teruggestuurd naar Nederland. En daar waren wij. En mijn vader is toch het voorjaar geweest in 1950
om al het materieel over te dragen aan de TNI. En daarna kon hij pas in Nederland. Wat deed de TNI met al dat gevechtsmaterieel? Heel duidelijk. De rest van de archipel veroveren. Want dat was wat eigenlijk al vanaf het begin duidelijk was. En dat was ook wat de Japanners duidelijk hadden gemaakt op Java. Azië voor de Aziaten. Die blanken hebben hier niks te zoeken. Dus dit is voor jullie. Ik breng u eventjes naar de latere tijd, toen ik met pensioen was. Want toen had ik tijd om met mijn vrouw door de hele archipel te reizen. Overal waar mijn familie gewoond had, daar zijn we geweest. En we hebben met de mensen gepraat. En wat is het bijzondere? Dat we één ding merkten. Alle eilanden die wij bezochten, hadden een groot detachement Indonesische militairen, Javaanse militairen. En er waren ook in alle havens waren ook oorlogsschepen. Indonesische oorlogsschepen, maar Javaanse oorlogsschepen. En de bestuurders dan op die eilanden, Javanen ook. Dat was ons al heel snel duidelijk. En voor zover het ons niet duidelijk was, werd het ons duidelijk gemaakt door de mensen die daar woonden. Want als Ambonees werd ik vertrouwd. En ze zeiden, vertel dit ook eens in Nederland. Nou, dat vertel ik dan bij deze. Dus eigenlijk, wat er gebeurde, is dat wij het begin zagen van rekolonisatie. En Bouke, ik ben buitengewoon blij dat jij het op je hebt genomen dat datgene wat niet vergeten mocht worden, dat dat opgeschreven werd. Ik vraag u allen voor een applausje voor Bouke. Dankjewel, Maarten. We gaan nu door met de presentatie. En nu komen er interessante momenten. De eenheden. Ja, de nu pas, ja, inderdaad. Ja. De rest was warming up. De eenheden die succesvol zijn opgetreden. Bij Peking en bij Rawagede. De traditie van deze eenheden wordt voortgezet in het huidige 44e Panzerinfanteriebataljon, sinds kort Prins Johan Willem Friso. Het is fantastisch dat hier aanwezig is de luitenant-kolonel, de regimentscommandant van die eenheid, Michael Franklin. En ik stel het op prijs, als Michael, als jij naar voren komt, dan kan ik je als blijk van onze waardering en blijk van eerherstel voor die eenheden jou een boek overhandigen. Ik zal het kort houden. Er zijn al heel veel hele goede sprekers voor mij geweest. Ik ben erg blij met dit boek. Ik heb zelf in het verleden een masterstudie militaire geschiedenis gedaan. En ik weet hoe lastig het is om uit de bronnen van destijds je te verplaatsen in die tijd. En dan erachter te komen wat is er nou daadwerkelijk gebeurd. En dat is een behoorlijke klus. En als ik dan ook nog hoor dat er een behoorlijke beperking was in het aantal pagina's dat de auteurs mochten vullen, dan zeer veel respect voor wat jullie gedaan hebben. En ik wil jullie bedanken aan een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Dank u wel. Dan is nu het moment om aan de vertegenwoordiger van het Korps Commandotroepen, de luitenant-kolonel buitendienst Ron Robbermond, een boek aan te bieden als blijk van waardering en eerherstel voor de voorganger van het Korps Commandotroepen, het depot Speciale Troepen. Dank voor het boek. Ik ben vereerd en het doet me ook genoegen om hier namens commandant Korps Commandotroepen dit boek in ontvangst te nemen.
commando's, special forces staan erom bekend om, althans een kenmerk van het optreden is verrassing. En nu ik hier toch sta, wil ik daar ook graag gebruik van maken om Bouke, jou met name te danken voor alles wat je de afgelopen jaren al gedaan hebt voor het korps. We kennen Bouke. Bouke heeft een andere insteek dan de huidige gangbare insteek waar het gaat om geschiedenisbeschrijving, waar het gaat om het gebruik van documenten, van bronnen. En Bouke heeft zich met name de laatste jaren over Indië, daar heeft hij zich erg in verdiept. En ook in het optreden van het depot speciale troepen en met name ook de commandant toentertijd Raymond Westerling. Daarvoor dank. Dat is natuurlijk ook de commandogemeenschap niet ontgaan. En graag wil ik nu, en ik weet niet of het past in het protocol, maar ik wil graag tijdens deze boekuitreiking een boek uitreiken aan jou als blijk van waardering voor datgene wat je al gedaan hebt voor onze gemeenschap. Dat is het boek Topimera, de rode baretten, de paracommando's uit Nederlands-Indië. Een van de voorlopers van het huidige korps commandotroepen. En ik overhandig het heel graag aan Bouke. Bouke. Dames en heren, er zijn een hele hoop veteranen in Nederland. Duizenden, tienduizenden, nog meer. En de belangen van die belangrijke groep in de Nederlandse samenleving, die wordt gediend en beschermd en bevorderd door het Veteranenplatform. En het is mijn eer en genoegen om aan de voorzitter van dat platform, de luitenant-generaal buitendienst, Hans van Grinsven, als blijk van waardering ook een boek uit te reiken. Nou ja, ik heb altijd geleerd, als je een podium krijgt, moet je het gebruiken. Hè? Ik bedoel, we hebben altijd iets te vertellen. Ik zou nu te verzinnen wat. Maar, dank u wel, Bouke. En allereerst mijn dank namens 102.000 veteranen en hun achterban aan de schrijvers van dit boek. En alle effort die erin zit en de energie. En het geweldige tempo waarin het is gemaakt. Is indrukwekkend. En ik mag wel namens, denk ik, alle veteranen spreken sowieso als dank daarvoor. We hebben een tijdje al contact natuurlijk over dit onderwerp. En ik heb dus aangegeven bij Bouke, ik ga niet samen met jou de strijd aan, want dan hebben ze maar één tegenstander. Dus wij hebben het principe van de dubbele opvatting gedaan. Pak jij de wetenschappelijke kant, dan pak ik de veteranen. En zo hebben we het aangelopen de afgelopen jaren. En ik denk dat onze boodschappen wel over zijn gekomen tot nu toe. En dat is goed. Onlangs, vorig jaar zat ik bij een presentatie en er was een wetenschapper en die zei, de geschiedenis, dat zijn feiten die vastliggen in het verleden. Ik heb geen geschiedenis gestudeerd, maar dat begreep ik. Even later zei hij, historici beschrijven de geschiedenis vanuit hun eigen tijdsgeest. En toen heb ik hem een vraag gesteld. Ik zei, u zei dat het feiten zijn die vastliggen in het verleden. Ja, zegt hij. Zeg, maar een historicus beschrijft uit zijn eigen tijdsgeest wat er gebeurd is. Zeg, de geschiedenis ligt nooit vast. Ik kon maar één antwoord geven. Dat is correct. En dat is gek. Want wij vinden allemaal dat de geschiedenis feiten zijn die vast liggen. Maar je kunt je afvragen of het waar is. Ik zeg wel, de waarheid bestaat niet. Het is all about perception. Het is wat de mensen denken dat er waarheid is, dat is voor hen de waarheid. Punt. En naarmate je maar eenzijdig één onderwerp belicht met hetzelfde verhaal, wat we tegenwoordig fake news noemen, dan wordt dat vanzelf de waarheid. Want ergens is iets gewist en dat zijn we vergeten. Dus het blijft boeiend om bezig te zijn met de geschiedenis en met wat er gebeurd is en met de interpretatie daarvan.
En nou ja, ik hoef niet uit te leggen waar wij problemen mee hebben. Dat is al duidelijk verteld vandaag. En wat ik daar een heel belangrijk element in vind, is dat publiekelijk de boodschap moet doorkomen die we hebben. Want als niemand het hoort, bestaat de boodschap niet. En dat zelfs met excuses aanbieden. Als je een veteraan van 95.000 een brief schrijft van ja, je hebt het toch goed gedaan, dan weet de rest van Nederland niet dat die brief daar is geland. En dat is een belangrijke boodschap van mij, als vertegenwoordiger van die 102.000 veteranen. By the way, staat in de wet dat we dat zijn. Om vooral dat hameren op de publiekelijke toegeven dat er ook andere verhalen zijn. En dat er ook andere kanten zijn. En dat het toch niet zo kan zijn dat wij 200.000 oorlogsmisdadigers hebben gestuurd naar Nederland. Dat is onzin. Dus daar blijven we ons voor inzetten, Boukje. Samen, in het dubbele omvatting. Dank u wel. Nu gaan wij de finale in. De finale ziet er als volgt uit. Hij is een paar keer genoemd al, de kapitein Raymond Westerling. Dit is nu het moment aangebroken, nu wij hebben uitgezocht wat hij wel heeft gedaan en ook de laster die over hem is uitgestort gedurende tientallen jaren, is het een fantastisch moment dat nu de dochter van Raymond Westerling hier aanwezig is om een boek in ontvangst te nemen. En het boek weerspiegelt het ereherstel voor haar vader. Nou, ik ben de hekkensluiter van vandaag. Best. Ja. Ik zal maar eerst nog een keer officieel netjes voorstellen. Mijn naam is Palmira Westerling. Ik ben 51 jaar oud en ik ben de jongste dochter van kapitein Raymond Westerling. Een zeer trotse dochter, kan ik u vertellen. Trots op mijn vader, wat hij voor mij, mijn moeder en velen onder ons heeft betekend, als ook op de wijze hoe hij in het leven stond. Daar heb ik persoonlijk heel veel van geleerd. Blij en dankbaar dat ik hier vandaag mag staan om dit boek in ontvangst te nemen. Ik heb zeer veel respect voor de heer Geersing en alle andere auteurs die zich met zoveel drive, doorzettingsvermogen en gevoel voor rechtvaardigheid inzetten voor het eerherstel van de Nederlandse krijgsmacht en voor het optreden van destijds. En deze inzet is hard nodig om een onjuiste weergave van de geschiedenis te voorkomen en de werkelijke geschiedenis te respecteren in de geest van de tijd en in de juiste historische context. Persoonlijk ben ik opgegroeid met ons koloniaal verleden rondom Nederlands-Indië. Ik omarm het en draag dit stuk geschiedenis met grote waardigheid en respect met mij mee. Daarnaast geef ik de geschiedenis door aan mijn zoon, de volgende generatie, die het met net zoveel waardigheid en respect zal voorzetten. Verder is het woord rechtvaardigheid ook de rode draad door mijn leven heen. Het is mijn interne kompas waar ik persoonlijk niet snel van zal afwijken, wat de consequenties ook mogen zijn. Opgroeiend als dochter van Raymond Westerling heb ik veel meegemaakt rondom mijn vader en zijn verleden. Maar ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat de meeste ervaringen zeer positief waren toen ik opgroeide. Ik heb vele bijzondere mensen ontmoet in mijn leven die uit eerste hand konden vertellen over de periode Nederlands-Indië, na de Japanse capitulatie en de daarop volgende Bersiap-periodes op de verschillende eilanden. De dankbaarheid naar mijn vader toe was groot. Hij kreeg ook de bijnaam Ratu Adil, wat rechtvaardige vorst betekent. Mijn vader was een zeer intelligent en extreem deskundig militair die altijd achter zijn eigen besluiten en handelen heeft gestaan en zijn verantwoordelijkheid nam, hoe moeilijk en uitdagend de situatie ook was, letterlijk tot op de dag dat hij stierf. Hij heeft zichzelf altijd recht in de spiegel aan kunnen kijken
En die kwaliteiten zijn ook door de jaren heen beschreven en feitelijk onderbouwd door vele onderzoekers en historici en zo nu ook weer vandaag. Verder was mijn vader een echt mensenmens, met veel respect voor mens, dier en zijn gezin. Maar ook een lieve man met humor en creativiteit die nog zijn laatste geld liever weggaf aan iemand die het harder nodig had. In Amsterdam Oud-West hadden we een winkelpand, de oude kapsalon van mijn moeder, Ada Westeling, waar hij later zijn kantoor had. Het kantoor zat vol, elke dag vol met een diversiteit aan mensen en van verschillende achtergronden, rangen, standen en culturen. Als ik uit school kwam, zat ik naast hem achter zijn bureau, op een prullenbak met een klein schoolbordje erop, te luisteren naar alle verhalen die daar plaatsvonden. Hooggeplaatste personen uit het leger, mensen die met onder hem gediend hebben, en vrouwen en kinderen uit de kampongs die hij heeft gered. Maar ook familie, vrienden van diverse culturen, journalisten, filmproducers, buren, bewonderaars, ze kwamen graag over de vloer. En met deze diversiteit aan mensen ontstonden echt de mooiste gesprekken. Ik kon daar uren naar luisteren, maar ook een zeer goed beeld vormen over mijn vader, de periode van toen en de bewustwording dat we daar respectvol mee om moeten gaan. Vandaag zitten er ook een aantal mensen in de zaal die mijn verhaal kunnen beamen, omdat ze vaak bij ons op bezoek kwamen thuis en deel uitmaakten van de vele bijzondere momenten. Ik ken ze al vanaf dat ik klein ben en draag ze een warm hart toe. Een belangrijke strijd dus voor historische rechtvaardigheid die wij met z'n allen dienen te voeren. Niet alleen voor mijn vader, maar ook voor de vele andere militairen, Indische Nederlanders, Molukkers, Ambonezen, Chinezen en andere etnische groepen die slachtoffer werden van de Bessia-periodes en uiteindelijk noodgedwongen hun geboorteland moesten verlaten. Met het uitkomen van dit boek, die tot stand is gekomen door de inzet van een zeer bekwame groep auteurs, gekenmerkt door verschillende expertise en achtergrond, hoop ik dat er eindelijk een kentering gaat komen in de eenzijdige, verkeerde belichting van ons koloniale verleden. En dat personen en de eenheden die onderdeel uitmaakten van deze geschiedenis het eerherstel krijgen waar ze recht op hebben, als ook 100% verdiend hebben. Dan wil ik eindigen met de woorden die een lijvenspreuk waren voor het KCT, maar ook van mijn vader: nunc aut, nunc quam. Nu of nooit. Dames en heren, geachte aanwezige vrienden. Dit is dan het einde van het officiële deel. Ik voeg er één zin aan toe. Deze bijeenkomst staat in het kader daarvan. Onze geschiedenis, onze identiteit verdient respect, mag niet worden gewist of verdraaid. Daarom is het devies semper fidelis. Hiermee beëindig ik het officiële deel. Voor iedereen die zich daartoe geroepen voelt, dat zullen er wat zijn, zit daar voor mij rechts in de hoek kunnen de boeken worden verkregen. De auteurs zijn bereid om hier nog te verblijven om in het boek te signeren of iets dergelijks. U kunt ook de discussie aangaan, maar weet wel, als u een indringende vraag stelt, krijgt u ook een indringend antwoord. Maar laat u zich niet weerhouden. Ik dank u wel.